Hallo, ik ben Femke. In deze video wil ik het hebben over papier en dan met name papierstoringen. Dit kan namelijk heel makkelijk vaak verholpen worden door zelf het papier goed te plaatsen. En ik ga je ook laten zien hoe je een papierstoring kunt verhelpen. Hier hebben we een Brodder inktprinter. De meeste Brodder inktprinters werken op dezelfde manier. Wat van belang is bij het plaatsen van het papier is dat als u de la eruit trekt, dat u de schuifjes even opzij zet. Het papier plaatst en het allerbelangrijkste is om de schuifjes weer goed er tegenaan te zetten. Dit zorgt dat het papier gewoon recht door de print gaat. Als het scheef gaat, is de kans heel groot dat het papier vastloopt. Als u een papierstoring heeft, dan is de neiging om de la eruit te trekken en het aan de voorkant er in één keer uit te trekken. Daar zijn uw printers niet voor gemaakt en dat beschadigt uw onderdelen. Wat u moet doen is de printer even omdraaien. En hier aan de achterkant zitten twee dingetjes die je in kunt drukken. Het beste is om zo neer te zetten dat dit een beetje zo blijft. En dan kunt u met twee vingers heel voorzichtig aan de achterkant het papier eruit trekken.